We zijn in één keer weer terug bij YouTube. Hi YouTube! Oh. Nog steeds de livestream van 17 juli! FU, 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 FU! Wat is het met die NPC's die FU zeggen? Oké, ik weet dat het een lach hoort te zijn van fififififififu. Oh. Ah. Maar ik zou eerder zeggen FU, 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 FU. En Flareon is verschrikkelijk dom om dat te gebruiken tegen een Kabutops. Nogal. Sterker nog, vergeet niet dat er een aflevering is in de anime in de allereerste generatie van Pokémon. Tot Ash denkt dat het slim is om Charmeleon te gebruiken tegen een Kabuto, Kabutops, Omanyte en Omastar. Yep. Ja, dat is niet wat slim. Ja, soms krijg je toch af en toe niet instort in dat gat of er toch niet een steen bovenop zijn kop is gekomen. Ja, inderdaad. Behalve dat we dan ineens bedenken dat hij net zo dom was voor die scène. Dus... nee. Hij is gewoon dom. Nou, ik moet wel zeggen, om eventjes netjes te zijn. Sommige mensen die weten het misschien namelijk niet. Want ja, die zijn geen Pokémon trainer. Ash heeft op dat punt al 4 badges? Zoiets. Al heeft hij de helft heeft hij gekregen. Nou, Lieutenant... nee, wacht even. Oh ja, Sabrine heeft hij daar ook al gedaan. Maar hij is nog niet bij Erika's geweest, volgens mij. Nee, volgens mij nog niet. Hoi, TubeU. Oh, hoi! Maar goed, dat vonden wij in ieder geval heel erg apart. En ik zal dus uitleggen waarom dat zo apart is. Omdat Kabuto, Kabutops, Omanyte en Omastar allemaal dezelfde types zijn. Namelijk watersteen. Dus als je daar tegen een vuurpower, vuurpokémon neerzet, dan heb je quadruple weakness. Gebruik je vuuraanval ertegen, dan hebben ze 4 keer zoveel defense ertegen. Yep. Kortom, dan zou je gewoon eerder zeggen, ik ben echt dom, ik ben echt dom, ik ben echt dom. Zeep, met welke Game Boy speelden jullie vroeger? Ik speelde met de Game Boy Pocket. Nee, dat is de Game Boy Classic in Pocket formaat. Wacht, ik heb hem volgens mij nog hier in handen, dan ga ik klinken. Ik zal hem even pakken, is wel grappig. Maar ik heb echt die eerste Game Boys hadden we. Ja, ik heb de Classic dus niet gehad. Ik heb gelijk de Pocket formaat gehad, want... Maar hier heb ik hem toevallig. Ja, en de Game Boy was nog voor mijn tijd, dus ik ben opgegroeid met de DS. Dit is praktisch gewoon een Game Boy Classic, alleen dan in Pocket formaat. Het enige nadeel met deze dingen was vergeleken met de Game Boy Classic. In de Game Boy Classic gingen gewoon normale batterijen. En in deze gingen AAA batterijen die extreem prijzig waren vroeger. Ja, best wel. Al mochten wij nooit met batterij spelen. Dus ik moest altijd met kabeltje aan. Ja, ik heb ook heel vaak een kabeltje gehad. Alleen hoe vaak dat het kabeltje wel niet gesneuveld was omdat je ermee speelde. Ja, we hebben best wel... Nou, wij hebben daadwerkelijk gewoon extra Gameboys gekocht voor de kabels. Wauw. We hadden volgens mij zo'n stuk of 6 of 7 Gameboys even later, terwijl we maar een gezin van 4 waren. Dat kan natuurlijk ook. Oh, we zijn al bij Sabrina aangekomen. Ja, jullie zijn goed geheeld, we gaan het gewoon doen. Volgens mij was Sabrina ook makkelijker dan Misty, dat weet ik niet zeker, maar... Laat ik het zo zeggen, ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Dus we slaan gewoon op en we zien wel hoe het balletje gaat rollen. Maar ja, dat was mijn allereerste Game Boy. Later heb ik toen nog wel eventjes een Game Boy Advance gehad. Maar daarna kwam de DS al gelijk en toen ben ik ook gelijk overgestapt naar een DS. En die heb ik toevallig hier nog liggen, mijn DS. Dus dit is mijn allereerste DS hier. En nog steeds functioneel trouwens. Op dit moment zit er ook Pokémon. Volgens mij zit er Pokémon... Oh nee, hier zit Mario Party op het moment in. Oké, Sabrina.
Laat mij jouw psychic type Pokémon maar eens zien. I will quote you on that. Misty had één watertype Pokémon. Dus ik ben benieuwd. Normaal gesproken zou Sabrina aankomen met een Abracadabra en Elkazam allemaal op level 50. Of level 53 hier, want bij Soul Silver is dat net anders. Hier begint ze met de Smurgle met de aanvallen Sketch. En Sketch, en Sketch, en Sketch. En het leukste is, als hij nou weer Sketch gaat gebruiken, dan kan hij niks anders doen dan alleen maar Fire Fang, wat alleen maar mijn Pokémon sterker zou maken. Het enige nadeel is, ik heb hier helaas geen power-up move die ik kan gebruiken. En daar is de eerste Full Restore al. Had je geen Game Boy Color? Nee, want dat vonden mijn ouders op dat moment een beetje onzin. Die zeiden namelijk van, je hebt een Game Boy, dus dan heb je geen andere Game Boy nodig. Dus ik heb nooit een Game Boy... Oh, gelijk al struggle, wauw. Oh ja, Sketch kun je maar één, die heeft maar 1 pp. Wauw. Nee, maar ik heb dus nooit een Game Boy Color gehad. Musquarain, dat was een watertype uit het hoofd. Ik ga Livion inzetten. Maar dat is precies hetzelfde met Nintendo. Ik heb wel een Nintendo gehad, maar ik heb nooit een Super Nintendo gehad. Nou, de Nintendo die hebben wij zo kort gehad. Dat ik me alleen nog maar Mario en Duck Hunt kan herinneren. Oh, wacht eventjes. Was hij niet... Nou ja, ik ga gewoon return doen. En daarna hadden we al de SNES. Wat is dat? Een Kakuna? Oh, wacht. Dat is een Fart Flying Type. Dat was ik helemaal vergeten. Oh, Livion, sorry. Het spijt me. Oh, ik ga stapjes in één keer zetten. Ik zie hier een Kakuna. Dus dat is een watervliegtype, waterbugtype. Oh, bugflying. Ja, daar kunnen we gewoon firepower blijven gebruiken. Zo handig dat ik echt al die types uit mijn hoofd ken. Dat was sarcasme, by the way. Badam. Ik ben ondertussen ook een Pokémon weer aan het vangen. Kakuka, Kakuka. Kakuna wil niet meewerken. Ah. Oh. Kakuna wil echt niet meewerken. Ik heb nog 10 Great Balls. Sorry, correctie. 9 Great Balls. En dan ben ik door mijn Pokéballs heen. Hallo, Raspberry. Goed zo. Roselia. Dat zijn 3! Oké. Okay. We hebben een bugtype, we hebben een grastype en we hebben weer een grastype. Wauw. Oh, ik ben nu ook weer in Pokémon Go binnen gekomen. Bij mij hangt hij weer. Ik zie alleen geen Pokémon in de buurt, helaas. Nou, ik ben badly poisoned. En ik heb de Pokéball glitch. Dit is de Pokéball glitch trouwens. Zo is een Eevee bij mij. Door dit. Nee, niks gebeurt meer. Nee, hoeveel ik wel niet de Pokéball bevroren heb gezien. Echt. Pokémon kaarten heb ik nooit echt verzameld. Ik heb ze wel inderdaad veel gehad vroeger. Maar echt verzamelen deed ik ze niet. En nu verzamel ik voornamelijk Eevee kaarten. En heb ik een hele massa van Eevee kaarten. Dus... Ik verzamel op dit moment Magikarp kaarten. Maar hiervoor had ik wat zal het zijn... 5 willekeurige Pokémon kaarten, waaronder Mewtwo vanwege de Pokémon film erheen was. Verder helemaal nooit kaarten gehad eigenlijk. Mam, mijn Pokémon is gepoisoned. Ik moet zo snel mogelijk naar Pokémon Center. Stop met me bellen. Arme Fluffiness, daar gaat het nou niet goed mee. Oh. Ik moet nou net zoals in de anime echt heel erg hard rennen naar een Pokémon Center. Harder rennen. Run, Forest, run. In ieder geval, we hebben Sabrina al verslagen, dus dat is al een goed teken. Dus we hebben nou al 3 gym badges... 3... Flaag! We hebben al 3 gym badges ondertussen te pakken gekregen van de Kanto region. Yay. Vergeet niet, Red die zal aankomen met level 80 Pokémon. Ja.
Oh, en trouwens komt de server niet meer in voor Pokémon Go. Yay. Ik ook niet. Ik zit erin, maar is niks boeiends hier. Al zie ik nu eindeloos het pokeballetje draaien, dus... Trouwens, Dennis, bedankt voor de leuke gesprekstof. Dat is altijd wel leuk van, hoe was Pokémon vroeger? Vergeet niet, Pokémon bestaat al 20 jaar. Ja. Maar volgens mij konden we nou ook die trainpass krijgen van die muts van Copycat mutsje of zo. I heard that you lost your cherished Pokédoll. If I find it, you give me a magic. Oh ja. We moeten dan heel eventjes terug naar Lieutenant Shirtstad. Ik weet niet precies meer hoe dat de stad heet. Vroeger kon ik echt al die steden uit mijn hoofd noemen. Tegenwoordig niet meer. Nou ja, vroeger faalde ik ook best wel hard. Toen, ik had eerst gewoon het dorpje helemaal volledig verkend. Voordat ik uit het dorpje wou gaan. Vervolgens ging ik dus uit het dorpje en dan kom je professor ook tegen die dan naar zijn lab toe loopt. Maar ik had dus niet door, vooral omdat ik het Engels totaal nog niet beheerste. Want ik heb Engels geleerd dankzij Pokémon spel. Maar ik had dus niet door dat je daarna naar het lab moest gaan. Dus ik had alles al verkend dat er op dat moment te verkennen was. En ik wist gewoon niet meer wat moet ik nu doen. Ik kan niet eens... verder doorgaan. Wat wil je nou, spel? Spel, ik heb alles al geprobeerd. Wat wil je nou? Dat was zo frustrerend. En uiteindelijk, ja, je moest dus gewoon weer naar professor Oak's lab daarna. Nou, ik heb het dus gehad op het moment dat al die steden zoals Vermilion City of alles en oh mijn god, het is Steve. Steven, dat is mijn naam. Ik ben Steven Eevee. Maakt niet uit. Heb je ooit wel eens gehoord van Latios? Nee, nooit van gehoord. Latios, die we al 300 keer tegen zijn gekomen, die heeft iets met Sol dinges te maken. En die verschijnt nu in Kanto. Wat leuk. En hij kan zomaar ergens in één keer tevoorschijn komen. Leuk hè, randomizer. Ik moet nu gaan. Doei, Steven van een andere dimensie. Eikel. Ja, Meertje, dat vergeet ik niet. Die gaat zelfs ook nog op de YouTube-video komen, tenminste als ik dat voor elkaar kan krijgen. Dus. Maar goed, wat ik dus wou zeggen is, al die steden, zoals Vermilion City en Cerulean City en Pewter City, ik wist precies alles waar dat ze zaten en hoe dat ze heten. Omdat ik dus zoveel naar de anime had gekeken. Dus ik wist precies waar alles zat tegenwoordig, echt die stedennamen. Het is zo lang geleden dat ik echt die spellen... Ik speel de spellen, deze spellen speel ik ook echt bijna niet meer. Omdat echt, EV's die zijn zo erg goed geüpgraded tegenwoordig in generatie 6. Ja. Nadeel is dat ze in generatie 7 weer een buff zouden krijgen, dus voornamelijk Flareon. Oké. Ja, dat is wel nice hoor. En we hebben de train pass gekregen, dus we kunnen nou tussen Kanto en Johto swappen wanneer dat we maar willen. Dat kan sowieso al. Ja, maar nou kunnen we het via de trainpass doen. Dus nou kunnen we vanuit Saffron City in één keer doorgaan naar Goldenrod City. Dat is wel grappig. En aangezien dat overal het stroom nu weer werkt, kunnen wij nu, als ik me niet vergis, naar de radiotoren naar Lavendertown. Haha, Lavendertown. Om daar de radio op te halen, zodat wij in de Diglett Cave kunnen. En dan kunnen we dus, ik weet niet hoeveel routes nou weer doorlopen, om te kijken of we nog een evolutie tegen kunnen komen. Zeep, wat was voor jullie vroeger de meest gehate Pokémon of Pokémon Gym? Nou, dan praten we dus echt over generatie 1, zullen we maar zeggen, hè? De meest gehate Pokémon Gym was automatisch al Brock. Ja. Want steentype, dat was zo irritant. Omdat eigenlijk de enige Pokémon die er echt een beetje goed mee was, dat was Bulbasaur. Maar dan moest je Bulbasaur als starter nemen. En Squirtle ook, vergis je niet, Squirtle oh ja, had... Squirtle ook. Maar nou komt het probleem. Jouw starter Pokémon moest op zijn minst over level 10 heen zijn, zodat hij wel zijn gras- of watertype aanval had geleerd. Alle Pokémon die je daar verder tegenkwam, die kon je dus, die moest je dan vangen en die moest je dan trainen. Dan moest je met Sand Attack en dan moest je
Tail Whip gaan spammen als een bezetene. Alleen maar om ervoor te zorgen dat je hem dan, zeg maar, neer kon halen. Later kwamen we erachter dat Fighting Type dus ook super effectief was. Wisten we toen die tijd nog niet. Mankey was niet makkelijk te vangen toen die tijd. Ik ben er nog gelukkig best wel snel achter gekomen dat Butterfree met Confusion best wel goed was. Ja, dat gebruikte ik toen ook. Dus ja, iedere keer als ik Charmander nam, dan gebruikte ik dat dus. Ging ik een Butterfree halen. Mag ik heel even inhaken? Ik denk dat we Lugia hebben gevonden. Weet je nog dat we Mew tegenkwamen waar dat Lugia zat? Ja. We hebben Lugia gevonden. Waarschijnlijk is Biker Dwayne als eerste in die Whirl Islands geweest. Holy snijfogels, dat beest kent Hydropump. Oké, laten we hopen dat hij nou weer Hydropump gaat proberen. Maar de meest gehate Pokémon. Oh nee, wacht eventjes, ho eens even. Ik vergeet één ding. Brock was wel het meest gehaat, maar ik weet er eentje die nog overtreft. Sabrina. Nou, daar vond ik alleen de navigatie door de gym irritant. Ik heb nooit moeite gehad met Sabrina zelf. Nou, Sabrina, het grootste probleem met Sabrina was voornamelijk Alakazam, level 50. Ja, maar daar heb ik om een of andere reden nooit probleem mee gehad. Nou, dat valt me dan toch wel mee. Sabrina was toch wel ook een van de pittige. Want dat brengt me ook gelijk namelijk op de meest gehate Pokémon. Als je hem zelf niet had, Alakazam. Vergeet niet, vroeger was namelijk Special Defense en Special Attack. Je had gewoon alleen één stat en dat was Special. Yep. Dus tegenwoordig is het zo dat als je gaat kijken bijvoorbeeld naar Alakazam. Die heeft een enorm hoge Special Attack, maar een extreem lage Special Defense. Vroeger was het zo dat Special 1 stat was en die was extreem hoog. Dus zowel zijn Special aanval als Special Defense. Ja, dat maakte Special Pokémon best wel speciaal toen. Yep. Zo was Vaporeon ook extreem sterk als een defensive ball en ook nog eens een keer heel erg krachtig. Omdat het was namelijk een Special aanvallen met Special. Jolteon daarentegen, die was heel erg snel en was ook super defensive in verband met de Special Attacker. Flareon was een fysieke aanvaller. Ja. Die had een hele lage Special. Germ. Ook omdat de sterkste aanvallen, tegenwoordig zijn er nu ook wel heel veel sterke aanvallen die fysiek zijn. Maar in het begin was het allemaal, de meest sterke aanvallen waren praktisch allemaal Special aanvallen. En er waren nog weinig alternatieven in de fysieke aanvallen. Ja. Dus ja, wat wou je het liefste gebruiken? Special aanvallen. Dus ja, een sterke special Pokémon die tegenover je staat, die heeft automatisch een hele hoge defense tegen. Jouw Pokémon die is misschien niet zo sterk in zijn special stat. Want ja, het was gewoon Special was overpowered. Ja, definitely. Psychisch was ook overpowered, want er was nog geen zwakte voor Psychisch. Volgens mij bestonden er... Waarom gebruik ik Firefang tegen een Charmander? Nou ja, het is super effectief. Maar ja, echt bug aanvallen waren er namelijk vroeger nog niet. Telefoon te dragen. Dus ja, het was nogal een beetje lastig. Wat was je favoriete Pokémon of Pokémon Gym in generatie 1? Mijn favoriete Pokémon? Eevee. Toen de tijd. Ik moet heel eerlijk zeggen, Pikachu. Ja. Pikachu was best wel hoog bij mij hoor. Begrijp me niet verkeerd. Ik was een hele grote fan van Pikachu. Want dat was toen die tijd een mascotte. Ik was 10 jaar, dus ja, ik was een grote fan van Pikachu. Maar Eevee vond ik toen al zo enorm schattig. Dat ik echt... Ik weet alweer wat mijn favoriete Pokémon toen was. Al heeft dat best wel gewisseld. Maar op een gegeven moment was dat Gyarados. Ja, toen de tijd wist ik nog niet dat Magikarp eigenlijk beter dan Gyarados was.
Ja, maar je beter. In ieder geval, ik kom een iPhone tegen, bah. Wannabe Eevee! Faker! Neppert! iPhone! Even kijken, Pokémon Gym in generatie 1. Al die bootleg Eevees. Ik zit nou eventjes te denken over wat was mijn favoriete gym. Want ik vond de laatste vond ik op zich eigenlijk best wel gaaf dat je tegen Giovanni moest vechten. Spoilers! Dus ik zit nou eigenlijk te denken, want er waren er echt wel een paar die ik echt super gaaf vond. Ik bedoel, Brock en Misty die... Nee, vond ik niet echt zo. Nou, die van... Doeg, ik ga schaken. Succes, Mikkeltje. Ja, die van Sabrina, die vond ik dan ook al van bleh. Nou, ik vond die van Sabrina al bleh, vanwege de puzzel. Ik vond, nee, ik weet al welke, Blaine, vanwege de quiz. Ik vond Blaine, vond ik geniaal. Van de Fire-type. Ja, ik denk dat ik de laatste tegen Giovanni het... Nou, ik vond het zo leuk dat je dan de quiz hebt, want ik wist dus al die antwoorden op vragen die ze dan gesteld worden. Alleen ik ging ze dan altijd expres foutief beantwoorden, omdat ik tegen die andere trainers nog wou vechten. Maar ik vond die Pokémon quiz vond ik geniaal. Dus qua gym... Kijk, gym leader is weer een andere categorie, maar qua gym... Definitely die van Blaine. Dus, Erik, je mag hem nog aanpassen, want jij vindt dus dat puzzelen met die moving tiles, vind jij dus de beste, zeg je nu. Nou, ik weet eigenlijk niet welke gym ik het leukste vind. Ik weet in ieder geval gym gevecht van de laatste, vond ik het leukste. Dus ja, ik ga dan toch maar voor de laatste, want ja, ik weet eigenlijk al niet. Okay. Ik weet alleen gyms die ik absoluut niet leuk vond om te doen. Nou, qua gymleiders... Ja, qua gymleiders denk ik toch echt dat Lieutenant Surge eigenlijk mijn favoriet was. Omdat dat was eigenlijk zo'n gigantische etterzak in de anime. En Ashy was dan zo klein getekend en Lieutenant Surge was echt gewoon een gigantische reus. Yep. Plus in latere games had hij ook nog eens een keertje Jolteon, dus... Hey, we hebben Vlammenwerper! En nu de meest favoriete en minst favoriete Pokémon type. Favoriet stroom, Jolteon. Minst favoriet, Psychic. Nee, ik had een voorkeur voor Psychic om zelf te gebruiken. Dus dat was wel mijn favoriet. Nee, ik wou hem echt niet gebruiken omdat ik hem veel te overpowered vond. Ja, ik... Het gaf voor mij heel veel toen ook gemixte gevoelens. Enigszins was het mijn favoriet. De andere kant inderdaad vond ik het ook weer niks. Al moet ik wel zeggen dat het wel heel erg gek klinkt om er nou zo over terug te praten, omdat... Er waren maar 150 Pokémon en op dat moment was dat enorm veel voor ons. Maar als je naar gaat van hoe weinig psychische types dat er eigenlijk waren op dat moment. Zilverdenken, Drowsy Hypno. Ja. Mr. Mime, Mewtwo en Abracadabra LKSM. Dat zijn ze. Dat was alles wat psychisch was. Ghost hadden we er maar 3. Ghastly, Hunter en Gengar. Dragon hadden we er ook maar 3 van. Dratini, Dragonair en Dragonite. Ja, dus... En die waren ook zo overpowered als men zijn kwam. Een Ice bestond eigenlijk nog niet, want het was geen Ice-type toen die tijd nog. Dat was wel een soort van Ice-type, maar toen was vuur nog niet... Ja... Bijvoorbeeld Dewgong was een watertype. Volgens mij was dat niet water-Ice-type toen die tijd al. Ik weet niet meer zeker bij dat... Ik weet dat ijs nog niet eens echt een aanval was. We wisten dat Ice Beam bestond. Maar we wisten toen nog niet dat er echt een Ice-type Pokémon was.
Qua kampioenen. Even kijken, er zijn er vijf. Even kijken, er was. Je had. Bruno. Oh, daar kan ik ook mee praten. Yes. Even wachten hoor, want, nee, dan moet ik heel even nadenken. Wie had je toen ook alweer in de eerste generatie? Dit is lang geleden. Mam, ik ben aan het nadenken over wie ook alweer de Elite Four was in generatie 1. Stop nou eens met bellen. Ik weet sowieso, Lance, dat was mijn favoriet. Ondanks dat hij een benen, echt, die was super moeilijk om te verslaan. Hij was super moeilijk om te verslaan en daarom vond ik hem geweldig. Dat gaf een enorm geweldig gevoel als je hem verslagen had. Ja, Lorelei, dat weet ik, dat was ijs. Lorelei was ijs, maar dan had je er nog eentje. Koga niet, want die was toen gymleider. Dat is zo lang geleden, jongens. Mijn favoriete champion. Ja, Bruno, die herinner ik me ook nog wel, maar die vond ik niet echt irritant. Lorelei, ijs, die was als eerste. Daarna kreeg je Bruno. En wie derde en vierde was, dat ben ik echt helemaal vergeten. Maar ik weet wel, Lance was inderdaad een behoorlijke overpowered en enorme epische final boss. Vergeet niet, dat was toen ook echt de final boss. In Gold en Silver was dat namelijk Red. En daar was echt gewoon Lance, of ja, Blue daarna, was echt de final boss. En Blue was gewoon gaaf omdat hij had allerlei verschillende types bij zich. Ja, maar die vond ik, ja, wel gaaf, maar... Ja, Lance, dat loser niet! Mijn favoriete champion was Steven. Steven bestond niet in generatie 1, we hebben het over generatie 1. Oh, blijkbaar Trajanoman vroeg juist van alle generaties. Oh, van alle champions van alle zesde generaties. Woe! Al blijft dan nog steeds mijn idee dat Lance die is geweldig. Ja, dan blijf ik ook bij Lance, want Steven vind ik niet echt zo. Ja, dan zit ik een mix met Lance en Steven. Nee, je moet kiezen. Knoop de rakken. Nou, dan ga ik voor Steven. Ik weet nog goed dat ik toen met Pokémon Yellow... Mam, ik ben in de geschiedenis ondertussen. Ik heb eventjes gewoon een flashback naar mijn jeugdige jaren. Stop nou eens met bellen. Ik vind het nog steeds jammer dat er geen Fire-type champion is. Cynthia. Wie is Cynthia? Cynthia, natuurlijk. Die was ook een hele goeie, ja. Wie is Cynthia? Dat is van generatie 4. Nooit gespeeld. Nee, ik wel. In ieder geval, we hebben weer een nieuw stukje gras, dus we kunnen weer random Pokémon vinden. Dus hopelijk dat we een evolutie tegenkomen. Vergeet niet, Umbreon wil ik zeker nog tegenkomen. Jolteon, Espeon of Eevee, dat zijn de Pokémon die we nog tegen moeten komen voor ons team. En we komen hier weer een Glaceon tegen. Oké. Okay. Maar Glaceon hebben we al. Ja, maar... Toch, je moet er gewoon blij mee zijn. Ja, maar ik wil graag een vijfde teammember. Dat snap ik, maar... Mam! Dat Glaceon er is. Maar ik heb Glaceon al in mijn team. Ja? En die is awesome. Ik heb ook nooit genoeg Magikarps. Ja, maar hier mogen we geen duplicaten vangen. Is Red een champion? Ja. Ja? Want als je hem namelijk verslagen hebt, dan krijg je namelijk de credits. Oh. I didn't know dus that. Ja, ik zal hem zeker klassificeren als een champion. Ja, zeker. Maar goed, om eventjes terug te komen. Ik herinner me nog dat ik dus in Pokémon Yellow mijn game gewoon gereset heb in verband met de Mew-gerucht. Want dat verhaal dat was zo gedetailleerd, dat moest wel werken. En wij hadden nog geen internet vroeger, hè? Dat klinkt misschien heel raar. Red is wel champion geweest, omdat Red is namelijk het karakter van Pokémon Red, Blue, Yellow, Green. En die heeft daar de kampioenschappen gehaald. En in Pokémon Gold en Silver of Heart Gold, Soul Silver
is Red, zeg maar, de kampioen die niemand meer weet waar dat hij is of waar dat hij ergens uitspookt. Want dit spel speelt zich namelijk 3 jaar later af dan Red, Blue en Yellow. Dus, jawel, hij is nog steeds kampioen. Ja, oké. Okay. Oké, okay, nou, ik doe hier nog even, laten we weer zeggen, 5 random encounters. We zijn een Glaceon tegengekomen, hartstikke leuk, hartstikke happy. Maar wij willen een, ja, het liefste zou ik nou Jolteon, Umbreon of Espeon tegenkomen, gewoon. Ja, maar vanwege dat Red ook een champion is, dan ga ik kiezen voor Red. Ik moet wel zeggen, Red is wel degelijk de meest uitdagende van allemaal. Ja, daarom vind ik hem ook een van de beste. Trouwens is Random Encounter 2. Maar goed, om dus nog een keer terug te komen. Er was zo'n detail over het verhaal van... over hoe dat je Mew kon vangen. Want je moest dan heel specifiek... Voordat jij de derde gym in ging van Lieutenant Surge... En je ging de SSN op, hoor je niet eraan. Dan kon je dus zeg maar cut krijgen. De aanval cut. Alleen op het moment dat je die aanval had gekregen... En je had tegen Blue gevochten... Dan zag jij dat schip wegvaren. En dan kon je dus niet meer daar naartoe. Dus dan was het afgelopen. Dus dan zou de truc niet werken. Dus wat je moest doen, je moest opzettelijk van Blue verliezen. Zodat de SSN niet weg zou varen. Nou, dan moest je dus gewoon doorspelen. Want je had de HM card toch gekregen. Maar omdat je dus verloren had, kreeg je dus gewoon dat je dan wel card kon gebruiken. En dus Lieutenant Surge kon verslaan en verder kon gaan met het spel. Waardoor... Dat de SSN nog steeds op zijn plek stond en jij er dus nog steeds naartoe kon gaan, hoor jezelf. Maar goed. Dan had je dat gedaan, dan ging je dus gewoon het spel verder spelen totdat het moment dat je Surf en Strength had gekregen. Op het moment dat je Surf en Strength had gekregen, moest je dan terug naar Vermilion City. Ik hoop dat het de goede is, zeg anders, je weet wel waar Lieutenant Surge zat. En dan moest je dus Surf gebruiken. Bij de SSN, waar dan zeg maar dat bootje zat, moest je de boot niet opgaan, maar dan moest je gelijk naar rechts toe surfen. En daar zou een vrachtwagen staan. Dan moest je achter die vrachtwagen staan, strength gebruiken, en dan zou je in één keer een random encounter krijgen, en dan zou je Mew tegenkomen. Die was zo gedetailleerd! Yep. Wij geloofden het allemaal! En als er dan zo'n andere kwam die zei van, nee, ik heb het geprobeerd, dit is nep. Geloof me nou toch, alsjeblieft. Ik heb heel mijn spel weggegooid om dit te proberen. Dit klopt niet. Waren wij zulke eikels? Wij dachten, nee, hij heeft Mew gevangen. En hij wil het voor zichzelf houden. Dus iedereen bleef het gewoon proberen. Oh ja. De professor ook in generatie 1. Dat is best wel een leuk detail. Oorspronkelijk... hadden ze juist als laatste gevecht in gedachten dat je professor ook zou bevechten. Oké. Dat hebben ze achteraf hebben ze dat geschrapt en hebben ze besloten dat Blue, die rivaal, dat die de laatste gevecht zou worden. Maar het team van professor ook zit daadwerkelijk nog steeds in het spel. En via een glitch kun je dus professor ook bevechten. Nou, ik heb nooit van die glitch gehoord, moet ik eerlijk bekennen. Nou, die is ook pas ontdekt ver daarna. Toen de tijd, daar waren geen geruchten van, want ja, niemand wist dat nog. Maar zelf te kijken. Zijn team was dan een Tauros van level 66, een Executor 67, Arcanine 68, een Gyarados level 70. En dan had hij een van de drie starter final evoluties op 69. En dan nam hij volgens mij de laatste die over was. Dus... Dat klinkt een beetje heel erg close toch wel naar die van, hoe heet dat, naar het team van Blue eigenlijk. Nou, ik kijk hier heel even. Blue, die heeft een Pidgeot 61, LXM 59. Rhydon 61, Executor 61, Gyarados 63 en dan een van de starters op 65. Oh ja, ik verwar nou Blue met Gold en Silver als gym. Daar had hij namelijk ook een Arcanine en... Er zit wel een kleine overlap in,
Want Executor en Gyarados die zijn gelijk aan elkaar. Behalve dat Professor Oak, die heeft ze op hogere levels. Verder zit nog een verschil. Professor Oak heeft maar 5 Pokémon en Blue heeft er 6. En ja, de starter is dan als het goed is juist de andere. Dus kijk, er was een glitch in de Safari zone. Als je de laatste af over let, kon je over de muur heen lopen. Ja, er waren best wel veel glitches bij Red en Green, net zoals bijvoorbeeld Missingno. Maar om eventjes terug te komen, Triangleman die zegt al zo mooi van ja, degene die dat Mew verhaal heeft bedacht, die is echt geniaal. Het ergste was ook, die vrachtauto die daar dus, of die daar zou moeten staan, die stond er ook echt. Dus yep. Waarom dat daar een vrachtauto staat, is nog altijd een raadsel gebleven. Yep. Al had ik nog voordat ik de geruchten gehoord. Mam, stop nou eens eventjes. Erik is iets aan het uitleggen. Al had ik nog voordat ik de geruchten had gevonden, had ik al dat plekje gevonden. Want ik ben altijd wel een beetje het type geweest die altijd dingen wou verkennen die je eigenlijk niet zou kunnen verkennen. Dus ik zocht altijd een manier om daar toch te komen. Ik heb in sommige games daadwerkelijk ook best wel overpowered game-brekende glitches gevonden. Waar je echt gewoon ja, door muren heen kan lopen. Dus dat je, ja, dat soort dingen. Maar in Pokémon heb ik nooit zo'n glitch gevonden. Maar ik heb toen daadwerkelijk die plek gevonden nog voordat ik de geruchten gehoord had dat Mew daar zou zitten. Ja, nee, dat klopt. Maar het leuke was, vergeet niet, in oudere games, zoals de games die wij speelden, was er heel erg weinig ruimte om dus decoratie neer te zetten. En een vrachtwagen, er was in het hele spel geen vrachtwagen te vinden. Als je ergens een steen vond, die steen kwam je overal tegen. Kwam je ergens een boom tegen, die boom kon je overal vinden. Dozen, crates in huizen, bedden, televisies, alles was allemaal hetzelfde. Het was exact dezelfde sprite. Maar die ene vrachtwagen was er ook maar één van. Dat was juist het rare. Zeker. Nou, om heel even dat inderdaad daarop verder te gaan. Het was zelfs zo dat in Pokémon Gold en Gold, Silver en Crystal eigenlijk was daar nog maar net aan genoeg ruimte om alleen de Johto-regio erin te stoppen. Totdat een van de geniale mensen van Nintendo een manier had bedacht om het spel zoveel minder data in te laten nemen, dat ze ineens ook nog eens de Kanto-regio erin konden stoppen. Maar ja, de Johto-regio, die is bijna net zo groot als de Kanto-regio. Dus het is inderdaad gewoon, er past niet zo heel veel op zo'n spel. En toen de tijd wisten ze nog niet hoe ze het even wat beter konden programmeren dat minder innam. Dus ja, elk detail, dat kostte gewoon ruimte. Ja. Dus ja, die vrachtwagen was echt raar. Ah, nou, in ieder geval, voor deze laatste aflevering, jongens. Wij lopen nog heel even richting de Snorlax, kijken wat Snorlax is en daarmee eindigen we. Dus, oh god, het is een LKZM. Maar ja, we hebben de gekste dingen. Dat is hetzelfde met op de NES, hoeveel dat ik Mario 3 wel niet heb gespeeld en hoe vaak ik wel toen niet, zonder internet moet ik erbij zeggen, nieuwe dingen heb gevonden. Dus, ja. Daarom bij mijn Let's Play van Mario 3 ben ik ook zo goed in de game, want die heb ik zo vaak gespeeld gewoon. Daar zaten veel leuke secrets in, niet normaal. Daar zaten echt leuke secrets in. En of je had Nintendo Power en leerde ze zo, maar ik heb nooit Nintendo Power gehad. Dus Ik ook niet. Dus ik moest het inderdaad zelf uitzoeken. Een keertje hoorde ik op een camping hoorde ik over de fluiten. Waarbij ik het hoorde over ze niet eens allemaal. Ik heb daarna de laatste heb ik zelf nog gevonden. Dat is geweldig. Ja, ik vraag hem eigenlijk nou toch af, want ik weet er 3, maar volgens mij zaten er ook maar 3 in. Ja, volgens mij zaten er maar 3 in, inderdaad.
En de eerste twee die had ik dus gehoord en de derde die heb ik uiteindelijk zelf gevonden. Nee, ik heb ze alle drie echt gewoon zelf gevonden. Wow. Ja. Had je toen wel het gerucht gehoord dat je door die witte blokken heen kon zakken? Nee, daar was ik zelf achter gekomen. Oh. Ik was bij die bloem. Vergeet niet, ik was heel erg jong toen Mario 3 uitkwam. Mario 3, toen ik het voor het eerst speelde, was ik geloof 4 jaar. En die bloem die was dan met vuurballen aan het schieten. En toen kwam ik erachter tot als ik gebukt bleef staan, tot die vuurballen mij nooit zouden raken. En toevallig stond ik dus stil op zo'n wit blok de hele tijd gebukt. En dan viel ik in één keer doorheen. En toen had ik het spel al zo vaak uitgespeeld. Maar toen ik er dus achter kwam dat je door die witte blokken heen kon vallen, een hele nieuwe wereld ging voor me open. Yep. Dat was toen voor mij ook, veel onderzoeken, niet normaal. Waar kon ik het allemaal gebruik maken? En zo ben ik dus inderdaad de eerste fluit tegengekomen. Toen ben ik ook de tweede fluit, even kijken, dat was in level... Dat is het eerste tussenkasteeltje, dat je naar boven vliegt. Ja, klopt, dat je daar over die muur heen kwam vliegen, ja. Die heb ik gevonden heel erg snel, aangezien dat, er zat daar een blad. En toen wou ik kijken van, zit daar boven nou ook nog iets? Want heel vaak ging dan, dan scrolde die mee naar boven toe. Net zoals wat hij in wereld 1 deed. Yep. Nou, en dat deed hij daar dus niet, maar ik kwam dus boven die muur terecht. En ik weet niet hoe, maar ik was dus helemaal naar rechts gelopen. En ik kon niks en toen drukte ik dus op alle knopjes, omdat ik niet wist waar ik was. Niet wetende dat als ik op links zou drukken, dat ik weer gewoon links naar beneden zou vallen. En ik drukte dus op omhoog en toen kwam ik dus in die kamer waar dat die tweede fluit zat. Ongelooflijk. Ik weet alleen niet meer wat de derde nou was. Wereld 2 achter de steen die niet echt breakable eruit zag. Je kreeg namelijk een hamer en dan kon je zo'n gokspelletje kon je dan opengooien. Oh, maar was dat met die hammer dingen? Ja. Nou, en in plaats van dat ik dus ging doen. Als je het wil je dan een keertje Pokémon Red of Blue Let's Play doen? Nee, dat wil ik niet doen. Ik heb een keer Pokémon Yellow gedaan en dat vond ik al mooi zat. En qua livestreams, ik denk dat als we Pokémon Randomizer livestream klaar hebben, tot het echt wel een keertje tijd is om verder te gaan met Terraria. Dus, en vergeet niet, er is al een Pokémon Let's Play op komst als dit balletje groen wordt. In ieder geval, Firepower wordt eens wakker. Oké, nee, dit wordt te irritant. Yellow was ook zeker leuk. Nee, maar om even terug te komen op Mario 3, die tweede die was ik gewoon achtergekomen omdat ik zag die rots dan liggen. En die vond ik heel erg gelijk op die rots die je al kon breken. Dus bij mijn zoveelste playthrough heb ik dan gewoon uitgeprobeerd van, goh, wat zou er gebeuren als ik het breek? En hey, er gebeurde ook echt wat en ik kon die kant op en er zat een paddenstoeltje en een hidden hammer bro. En dat waren geen hammer bro's, maar dat waren fire bro's. Oh, ik zie dat in principe er is nog wel een vierde. Alleen die heeft alleen maar in de Japanse versie gezeten en dat was vanwege een glitch. En die hebben ze dus in de internationale versie, hebben ze de glitch verwijderd. En waar zat hij dan precies? In wereld 5-1. 5-1? Oké, ja, ik weet ook precies welke dat is uit mijn hoofd. Nee, echt geen gein, ik weet precies welk level dat is. Oké, nou ik weet heel veel niet meer. Het is Sky Island. Dan zit je nog op de grond, dan heb je eerst 3 leveltjes en dan later kom je uit op, ja. Robin, heb je ook een YouTube kanaal? Ja, maar ik gebruik hem, ik doe er niks mee. Jawel, comment op mijn video's. Ja. Nee, dat is mijn naam maar. Want dan zeg ik elke keer bijvoorbeeld van Robinski en dan zegt hij van nee, zeg maar Robin. Dan zeg ik van ja, zeg maar, het is gewoon Robin. Nee, het is niet gewoon Robin, zeg maar Robin. Een discussie. Dat wat vandaag gebeurd is? Het is vaker gebeurd. Shit.
Oh, en voor de mensen, ja, we komen nog steeds Pokémon Go niet in. Nee, ik kom er niet meer in. Het is vandaag de hele dag een ramp. Ja, mijn telefoon is gecrashed. Goed. Okay. Dus ik ben bang dat we er niet achter gaan komen wat er in die twee eieren zit. Ik zal het nog wel op Facebook plaatsen van, nou jongens, dit zat er in die eieren, mocht er zo ooit een keer uitkomen, maar... Oh, ik weet al waarom mijn telefoon is gecrashed. Hij is leeg. Ja. wat stuur je erin? Wat? Een Glalie. Oh, dan is... dan is Firepower goed. Ik moet even vaker even kijken wat voor aanvallen... Wat voor nieuwe Pokémon dat we erin gooien. Ik druk veel te snel op A. Oh, kom op zeg! Nou ben ik gelijk Frozen Soul. Dit is BS! Dit is Bulbasaur Squirtle! Ah, vat je een BS? Jongen zeg. Ik dacht trouwens dat vuurtypes immuniteit hadden voor Frozen. Nee. Net zoals dat poison types immuun zijn tegen poison. En electric is immuun tegen paralyze. Ja, vuur is naarmate ik weet, en ik weet best wel een vuur. Maar het is niet bestemd tegen ijs. Nee. Ja, oké, ze zijn. Ijs is niet super effectief, dat is het enigste. Ja, het is de helft van de damage. Dat wel. Het enige wat is, dat een Meertje, aanval ik, met ik, een... Oh, sorry jongens. Een aanval met een vuuraanval, dan word je weer ontdooid. Maar ja, je kan er niks. Nou, Meertje, ik heb twee eieren van 5 kilometer en die hebben allebei nog 1200... Nee, niet 1200. Die hebben allebei nog 120 meter nodig om uit te komen. Die staan allebei op 4,9. Nou ja, sterkte als de server het niet doet. Ja. Wat mij eigenlijk trouwens, nadat ik denk over ijs- en vuurtypes, hè. Was het niet dat Charizard, Ash zijn Charizard moet ik er dan even bij zeggen, bijna dood was gegaan? Ja, jullie horen me goed. Dood was gegaan door een Poliwhirl die Ice Beam gebruikte. Of Poliwrath zelfs. Ik heb geen idee, want ik heb die aflevering van de anime niet gezien. Staat me iets van bij, maar ik kan me die aflevering niet meer herinneren. Het is de aflevering tot Charizard eindelijk naar Ash gaat luisteren. Nee, er staat me wel iets van bij, maar ik kan het niet meer voor me halen. Nou, het is... er is dus een hele sterke Poliwrath en die wordt dan... Die daagt Ash uit. En Ash gebruikt dan Charizard. En Charizard die is dan een beetje weer aan de mankenelische kant. Want die wil dan weer niet luisteren natuurlijk, want die luistert niet naar Ash. Maar wordt dan geraakt door een Ice Beam, waardoor dat hij Frozen Solid raakt. En alles is dan bevroren, behalve het uiteinde van zijn staart. Maar zijn vlammetje wordt dan weer extreem klein. En Ash die is dan constant bezig met Charizard te verzorgen, omdat Charizard zeer ziek is geworden door die ijsaanval. Frostwater? Nee, je hebt geen Lost Resort nodig. En dan, daarna gaat het dan weer beter met Charizard en dan gaat Charizard luisteren en dan vechten ze nog een keer tegen die Poliwrath en dan winnen ze. Oh, die episode! Nee, ik denk nog steeds... Ja, maar dit is bekend dat als een Charmander, Charmeleon of een Charizard de vlam van de staart doopt, dan gaat hij dood. Yep. Wat ik eigenlijk best wel grappig vind, omdat Charizard, ik weet niet hoe vaak in het water ze is gesprongen en... Dan blijft dat vlammetje ook gewoon branden onder water, hoe? Yep. Dat is heel gek. Pokémon Game hierna ga ik niet livestreamen, hierna gaan we verder met Terraria livestreamen, want die heeft nou een tijdje op pauze gestaan. En trouwens, we kunnen weer een paar random encounters doen, want volgens mij zijn we op route 11, hebben we niet door het gras kunnen lopen in verband met die Snorlax. Dus ik wil nu eigenlijk... Heel voorzichtig, nee je ziet me niet. Even deze trainers een beetje ontwijken.
Kijken of we hier door... Damn. Kijken of we hier nog niet door het gras zijn gelopen, omdat misschien zijn dit random encounters en die wil ik dan nog gewoon nou nog eventjes meenemen. Ik bedoel, de kans tot we af kunnen sluiten met een EV is nou heel erg groot. Dus dat zou wel heel erg awesome zijn als we dus ook echt kunnen eindigen. Let's hope and pray for it. Nee, want als ik inderdaad donatie goal voor elkaar heb, de eerste game die ik zou gaan livestreamen, dat zou dan Pokémon Alpha Sapphire zijn, dus... Het enige nadeel is, we zullen dan geen Eevee-team hebben in verband met de eerste Eevee die je dan tegenkomt. Volgens mij krijg je die random, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar voordat je Eevees kan vangen op route 116, moet je het hele spel hebben uitgespeeld. Dus... In ieder geval, daar hebben we de Snorlax. We zijn hier nog niet in het grasveld geweest. Goed zo. Hoi Bayleaf. Oké, weet je wat? We doen nog 10 random encounters. Daarna gaan we Snorlax pakken en dan vind ik het mooi geweest. Dus dan blijven we gewoon hier in dit plukje, zodat we niet tegen die trainers hoeven te vechten. Ja, oh, Aaron hebben we ook nog niet gezien. Wat wel een voordeel zal zijn, is als je die capture card hebt, dan kan je ook de online battles die je gaat doen tegen bijvoorbeeld mij of Leroy of die kan ook, kan je ook opnemen. Die kunnen we ook livestreamen inderdaad. Yep. Het enige nadeel wel is dat ik dan niet, oh trouwens dit is weer een nieuwe Legendary, Regirock hebben we nog niet gezien. Het enige nadeel is tegen spelers gaan vechten, dat wordt een hele lastig iets, omdat dan moet je ze eerst via friendcode toevoegen en alles. Ja, dat is nou het voordeel met mij en Leroy, ons heb je al. Ja, nogal bieders dan jullie. Hè? Jullie zijn ook vrienden. Dus, ja, en Mumei die heeft geen 3DS, maar had hij die wel, dan zou hij er ook gelijk bij staan. Ja, inderdaad. Ja, Erwin ook, want die staat er ook zo voorbij. Nou, we zitten in ieder geval op encounter nummer 5 al. En ik zie dus de hele tijd een Chinchou. Het zou leuk zijn als we nou de stroomversie van Eevee tegen kunnen komen. Dan zijn we een Jolteon, dan ben ik een heel blij konijntje. Dat snap ik. Ja. Want Chinchou die komt nou wel heel erg vaak. Ik ben benieuwd welke Pokémon Snorlax zou zijn. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Als Snorlax nou dadelijk in één keer een Umbreon blijkt te zijn, dan lach ik mij helemaal suf, omdat ja, Umbreon is een enorme tank. Dat was hij zelfs al in deze game, dus qua stats zijn er eigenlijk weinig veranderd. Nou, nog 3. Likkie Likkie, weer een nieuwe die we nog niet tegen zijn gekomen. En vind ik nog steeds een hele rare Pokémon trouwens, Likkie Likkie. Ja. Likkie Likkie. Alsof Likkie Tang nog niet erg genoeg was. Ja, die had voor mij ook echt geen evolutie nodig, ook niet. Maar was het nou serieus dat Likkie Tang geen lik kon leren? Ja. What the fool? Nee, ik vond Likkie Tang nooit interessant, dus ik heb nooit een Likkie Tang gevangen. Maar dat is precies hetzelfde tot Growlithe geen Growl kon leren. Dat is ook weer raar, ja. Nou, we hebben 10 encounters gehad, helaas niks zat erin van evoluties, dus wij gaan de 7 en we gaan dus heel eventjes onze Pokegear neerzetten. Jongens, we gaan heel eventjes stil zijn en we gaan luisteren naar de Pokevloed van de radio. Ik heb hem zo vaak al gespeeld, maar mij maakt niet uit, dan horen we het oorspronkelijk een keertje weer. Waarom ook niet? Waar sta je? Dat is de Dexnav. Oh nee, de Pokegear is daar hier. En dan gaan we naar radio. Ah, hier. Heerlijk dit eentje. Zeef, wat is je favoriete Pokémon als je de evoluties niet meetellen? Eevee. Het is wel een evolutie. De Snorlax opent zijn ogen wijd. I will quote you. Snorlax is een... Nidoran! Wauw.
Dit blokkeert de weg dan, jongen! Ik ga dood! Die Nidoran heeft aardig veel gegeten om zich te doen. Ja. Stefan, had het nog? Nee! Oh, je kunt toch gewoon Diglett Cave en die route niet door vanwege Nidoran, een van de kleinste Pokémon van generatie 1. Oh mijn god, sorry jongens. Oh. Dit is echt super logisch. We gaan deze vangen, deze verdient gewoon een nickname. Wordt dit weer een hashtag name? Dit wordt definitely een hashtag name. Oké jongens, hashtag name als je... Maar dat is pas op het moment dat we hem gevangen hebben. Ja, dat zei ik ook. Ik ga heel eventjes Aquarium, want we hebben nou wel de poison helaas te pakken gekregen. Ja, Luister is hier Dennis, ik kan heel erg simpel kunnen dan gaan zeggen van ja, en als je die niet meetelt, en als je die niet meetelt, en als je die niet meetelt. Het is heel erg simpel. Mijn favoriete Pokémon zijn alle Eevees, Lucies en Eevee zelf. Punt. Dus buiten hun is er geen favoriete Pokémon. Heel simpel. Oeh, Nidoran is normaal gesproken 0,4 meter. Ja. En momenteel is het dus een 2,1 meter Nidoran. Ja. Die heeft echt veel gegeten om in de weg te liggen. Ik heb al een hashtag game klaarstaan hoor. En één Pokéball is meer dan genoeg om Nidoran te vangen. En het viel me trouwens ook op, Nidoran die heeft ook nog niet eens leftovers. Snorlax die heeft normaal gesproken leftovers. Nidoran die had nog niet eens een leftovers. Maar goed jongens, we hebben hem gevangen. En ik zie een Michelle Bol... Oh, Michelle B01. Bedankt voor de follow, je bent geweldig. Nice. Ja, hier zullen we zeker een Nidoran voor hebben. Oké jongens, hashtag name. Spatie de naam YouTube, ik knip weer al eventjes naar voren. Ik ben nieuwsgierig. Gewoon echt een van de kleinste Pokémon. Als het de Caterpie was geweest, dan was ik echt op dood gegaan van het lachen. Ja. Maar het is ook vooral dat het een female Nidoran is. Want een male Nidoran die is 10 centimeter groter. Dus het is ook nog eens van de Nidoran de kleine. Je hebt Pokémon X en Omega Ruby. Nou, aangezien dat dit de enigste codes zijn die ik weg ga geven. Ja, we zijn alweer terug trouwens bij... Hoi YouTube, ja het is dus Snorpiddy geworden. Geniale nickname. Ik ga eerst al eventjes afsluiten. Dennis, ga nog niet weg, want ik heb voor jou de zaling nog even een code. Dus ja, met Snorpiddy ga ik de YouTube aflevering afsluiten. Heb je zelfs een leukste momentje, laat weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter de deur. Als je daar tijd voor hebt, wil je zelf een keertje bij je livestream aanwezig zijn. Kan dat door op de link te klikken van Twitch, die staat in de beschrijving. En dan kun je natuurlijk op follow drukken. En op het moment dat we dan weer live gaan, krijg je een notificatie. Mits je dit hebt aanstaan, natuurlijk stop met bellen. Natuurlijk als je dit hebt aanstaan bij de notificaties op Twitch. Ik dank jullie voor het kijken en hoop jullie weer te zien bij een volgende aflevering. Het wordt laat. Aflevering. Bedankt voor het kijken. Nog een hele fijne dag gewenst. En tot de volgende keer. Oh, de tekening. Oh, stop. Hier. Halt. Op Jaxol. Daar knip ik nog heel eventjes naartoe, YouTube. Ik knip nog heel even. Nou jongens, hier die tekening van Myrtje die dus een Eevee heeft getekend. Die heeft ze mij toen gestuurd via Twitter. Ik zie de chat er nog niet eens bij staan, maar ja, dat is eventjes de enige manier. Ik zal de chat even er zo even bij doen. Die staat hier, poink. Zie je, dan zien we hier de halve chat. Maakt niet uit. Dus, YouTube, voordat we gaan afsluiten. Dit was dus de tekening die Myrtje nog had ingestuurd. Van een getekende Eevee. Ik vind hem zelf heel erg mooi. Myrtje, enorm bedankt voor het doorsturen via Twitter. En met dat sluit ik dus nu de YouTube-video af. Dus extra like nog voor deze Eevee. En bedankt voor het kijken en nog een hele fijne dag. Tot ziens.